Je zegt dus als je zondigt, dan moet je doodstraf krijgen, ja of nee? Dan moet je gestraft worden, ja. Dus we mogen niet zondigen? Nee, we mogen niet zondigen. We zijn mensen, we zijn niet God. Mensen maken fouten, ja of nee? Maar dat is een realiteit. God is je gaat toch niet iemand een doodstraf geven omdat hij bijvoorbeeld een fout maakt? Hallo. Hallo, goeiedag. Alles goed, jongen? Ja, best wel, ja. Mooi, man. Jij staat hier vandaag op de Dam, hier in Amsterdam. Ja. En je hebt een bord vast. Kan je maar wat over vertellen? Ja, we zijn hier eigenlijk meer om elkaar te steunen, de mensheid. En vooral ook de liefde van Jezus te verspreiden. Ik heb hier vele vrienden momenteel hier staan. En ik ben goed bevriend ook met de andere mensen die hier komen actie voeren. En we willen gewoon dat de wereld weet dat er een God is. En dat de duivel een leugenaar is, een moordenaar. Ja, oké. Mooi. Ben jij hier uit je eigen vrije wil gekomen? Ja. Gods wil. Gods wil. Wie is volgens jou de God? Dat is Jezus? Ja, klopt. Ja. Oké. Wist je dat wij moslims geloven ook in een God? Ja. En dat is Allah. Ja. En jij gelooft in Jezus en dat is God. Ja, dat is een hele moeilijke discussie met moslims. Wij geloven eigenlijk in God de Vader, God de Zoon, Jezus Christus en de Heilige Geest. Ja. Maar dat zijn niet drie goden, maar dat is één God in twee personen en in één manifestatie. De Heilige Geest doet Gods werk hier op aarde en de Heilige Geest woont in mij en communiceert met mij de wil van God. Oké. De Vader is boven. Ja. En de Zoon van God is ook boven. Aan zijn rechterhand. De Vader zit op de hoogste troon. Jezus Christus aan de rechterhand van de Vader. Ja. En de Heilige Geest is overal. Ja, de Heilige Geest is overal. Ja. En dat samen vormen één. Ja. Oké. Jezus is de Zoon van? De Vader. En van Maria. Dus Maria is de partner van de Vader. Ja, dat is ook, heb ik in de Koran gelezen, dat Jezus geen vader heeft. Dat God, jullie God, Maria zwanger maakte en toen is Jezus gekomen. Maar er is geen vader in het verhaal. Nee. Heb ik zelf in de Koran gelezen. No, niet compleet. Deze vertaling. Niet compleet. Ik zal het uitleggen. Allah zegt in de Koran... Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Dat Jezus geboren is als een wonder. Ja. Zonder vader. Ja. Wel met moeder. Ja. Niet dat God... Maria zwanger heeft gemaakt. Nee, God heeft niemand nodig. Ben je daarmee eens of niet? Heeft God mensen nodig? Zeggen. Heeft God een partner nodig? Gewoon even uit jij gezond verstand. God kan een steen zelf, staat er in de Bijbel, in een mens veranderen. Dus God precies, kan alles. Precies. Ben ik met jou eens, hè? Almachtigheid. Volkomen met jou eens. Ja. Maar heeft God een partner nodig... Zoals Maria die hij zwanger heeft gemaakt volgens jullie Bijbel. Ja, maar zonder seksualiteit, hè? Ja, maar... Ik heb ook ergens dus perfect! Dat in een van de hadith staat dat Jibriel Maria zwanger maakte, Mariam. Maar hoe? En dat is dan de vraag, want dan gaan mensen natuurlijk raar denken. Yes, hoe kan dit? Yes. Ik heb het niet precies, de bewijzen goed onder ogen. Je bent echt goed, hè? Ik heb de Koran gelezen in een paar hoofdstukken. Maar wees gedetailleerd, de Koran zegt ook dat... God Jibril gestuurd heeft naar Maria. Ja. Om hem een ziel te blazen, onder andere Jezus. In de baarmoeder van Maria. Maria heeft een kind gekregen uit de wonderbaarlijkheid van God. God kan dat. Ja. Als wij eerst een cel waren die wij niet eens met ons blote oog kunnen zien. Als je iemand vraagt, een spermacel. Als je vraagt aan hem wat is dat, dan gaat hij zeggen een mens toch? Ja. Later wordt het een mens. Hoe kunnen mensen dan niet geloven dat Jezus zonder vader is ontstaan door God? Ja, God is almachtig. God doet wat hij wil. Niet wat wij willen, maar wat hij wil. Perfect. Dat ben ik volkomen met jou eens. Ja. Maar over de drie eenheid gesproken. Ja. Heilige Geest, Zoon van God, de Vader. Dat vormen samen één. Ja. Waar haal je dat uit de Bijbel? Ja, ik heb nu mijn Bijbel in mijn tas daar. Het staat op heel veel plekken. Heel veel plekken, dan kan je wel eentje ontdekken. Als we gedoopt worden, staat ook... Ik doop u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Yes. En dan ga je onder water en dan ga je uit het water. Ja. En dan ben je in God gedoopt. Ja. En dat heb ik ook meegemaakt. Ja. Dus dat is de belangrijkste bewijs van de drie-eenheid, die tekst. Ja. De drie-eenheid, oké. De drie-eenheid. Als jij
Ik neem aan dat jij soms smeekbeden doet. Elke dag, ja. Elke dag. Op dat moment wanneer jij smeekbeden doet aan God, wie gaat er door je hoofd? Ik neem aan dat je een beeld door je hoofd heen gaat. Welk beeld gaat er door je hoofd heen? Kan iemand dat uitleggen? Meestal, de Bijbel leert ons in het Nieuwe Testament om te bidden tot de Vader, God de Vader, maar altijd in Jezus' naam. Dus wij geloven dat wij... En de Heilige Geest, waar is hij? Die bidt in mij. Die geeft mij de wijsheid om te bidden, de kennis en de gebedspunten geeft hij mij in mijn hoofd. Ja. Gaan drie beelden door je hoofd heen? Ja of nee? Nou, niet, de Heilige Geest denk ik niet altijd aan. Hoe graag je ook wilt dat het die 3-1 is, is onmogelijk. Weet je waarom ik dat zeg? De islam zegt ook, Jezus is een boodschapper. Wist je dat wij ontzettend veel van Jezus houden? Elke keer als wij Jezus zeggen, Jezus, Isa, dat is het Arabisch woord van Jezus, zijn wij verplicht om dit te zeggen. Sallallahu alayhi wa sallam, oftewel, vrede zijn met hem. Over wie? Jezus. Jezus is een enorm belangrijk persoon in ons leven. Als wij niet geloven dat Jezus een boodschapper is van Allah, dan zijn we geen moslim. Snap je hoe belangrijk Jezus voor ons is? Ja. Maar we zeggen niet dat Jezus God is. Ja. Want Jezus is als boodschapper gestuurd naar de aarde. Niet als zo'n stuk van God. God heeft geen kind nodig. God heeft ons hier op wereld gebracht. Ben je daarmee eens, broeder? God heeft geen mensen nodig, nee. Dat is duidelijk. Ja, hij heeft ook geen kind nodig. Ben je eens, ja of nee? Nou, voor onze vergeving staat er dat het nodig was. Nee, niemand voor onze vergeving. Want als jij vergeving wilt, dan vraag jij de Vader, of die ik zo benoem bij jou, de God, gelijk. Zonder tussensprong, zonder Jezus, Zoon van God, zonder Heilige Geest. Want God, die is boven ons. Hij is degene die ons ter plekke antwoord geeft. We hoeven Jezus niet daarvoor te hebben. Of Mohammed, boodschapper van ons. Mohammed, hun waren boodschappers. Die heeft Allah gestuurd naar de wereld. Om ons te herinneren, maar niet dat zij hun God zijn. Snap je? Ben je daarmee eens over? Nee, ik geloof wel dat er in de Bijbel een duidelijke patroon is van bloedoffers om vergeving te ontvangen. En bij Jezus gaat het nog verder. Hij is niet alleen dat we vergeven worden, maar hij verlost ons ook van de zondige verlangens. Okay. En dat is de reiniging met zijn bloed. Dat hij is gestorven aan de kruis om de zondes te vergeven. Klopt dat, ja of nee? Verzoening noemen wij dat. Vergeven, dus om onze zonde. Verzoening, jij noemt het verzoening. Maar eigenlijk komt het op neer dat Jezus gestorven is voor onze zondes. Ja of nee? Amen. Amen, oké. Jezus is gestorven. God heeft zijn eigen kind, tussen aanhalingstekens, God gekruisigd. Ja of nee? Hij heeft hem niet gekruisigd, maar hij heeft het wel laten gebeuren. Jawel. Lies. Hij heeft zijn eigen zoon aan de kruis gekruisigd. Ja of nee? Want God, de Vader, heeft dat toegestaan. God heeft het toegestaan, ja. En God heeft het zo gewild. Hoe kan nou God een andere God kruisigen? Hoe kan God zichzelf toestemmen om zich te laten kruisigen? Kan je me daar antwoord op geven? Het is heel mooi. Ik heb gisteren hier ook gestaan. Ik heb ook duidelijk gezegd tegen de mensen. Door de zonde verdienen wij de doodstraf. Want dat staat in de Bijbel. Wie zondigt zal sterven. Maar Jezus heeft voor ons de doodstraf gedragen. Hij is voor ons gestorven. Dat wij niet naar de hel hoeven gaan. Maar dat wij naar de hemel kunnen gaan. Dat geloven wij. Oké. Jij zegt dus als je zondigt, dan moet je doodstraf krijgen. Ja of nee? Dan moet je gestraft worden, ja. Dus we mogen niet zondigen. Nee, we mogen niet zondigen. We zijn mensen, we zijn niet God. Mensen maken fouten, ja of nee? Dat is een realiteit. Je gaat toch niet iemand een doodstraf geven omdat hij bijvoorbeeld een fout maakt. Als jij bijvoorbeeld een keer per ongeluk in jouw slaap wandelt, iemand vermoord hebt. Is een zonde. Ja. Moet je daarvoor bijvoorbeeld, of jij steelt, moet je daar een doodstraf voor krijgen. Dat is wel hard, hè? Vind je niet? God is toch vergevingsgezind? Het is God die dat bepaalt, niet ik. God zegt, wie zondigt zal sterven. Adam en Eva hebben gezondigd, ze zijn gestorven. Adam en Eva hebben gezondigd, zijn uit het paradijs gezet. Omdat God zegt, in de hemel is geen zonde. Hoe wil jij met jouw zondes in de hemel komen? Adam en Eva zijn gestorven omdat het hun tijd aankwam. Wij mensen, we zijn niet eeuwig hier op de wereld. Ik heb jullie niet nodig. Leid een beetje af, broeders. Ik ben even hier aan het praten. Ik kan jullie zo misschien... straks. Hij wil misschien aan jullie... Weet je wat God zegt in ons Koran? Hij zegt,
Ya ibadi, qul ya ibadi, alladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Zeg tegen mijn dienaren, wij dus, die buitensporig zijn geweest, tegenover hunzelf, met zondigen. Wanhoop niet van de genade van Allah, oftewel God. Hij vergeeft alle zondes. Hij heeft niet gezegd, vermoord hem omdat zij zondes verrichten. Wij zijn niet God. Wij maken zondigen. We moeten natuurlijk niet expres zondigen. Nee, we kunnen in zonde vallen. Zie hoe barmhartig God is? Als God tegen jou zegt dat jij zondigt, en dan moeten wij jou vermoorden omdat jij zondigt, dan is toch God niet barmhartig? Dan is dit toch alleen maar een kwaadaardige religie, vind jij niet? Maar dan gaat niemand naar de hel dus, want iedereen krijgt dan vergeving volgens jou. Jawel, er zullen mensen naar de hel gaan. Weet je waarom? Die, welke mensen dan? Dat zijn de mensen die zondes hebben gepleegd en die daar nooit vergeving voor hebben gevraagd en die opscheppen met zondes. Bijvoorbeeld, ik noem een voorbeeld, ik zondig en ik ben daar trots op en ik heb God nooit om vergeving gevraagd en ik kom te overlijden. God is rechtvaardig en hij gaat jou uiteindelijk, omdat jij zelf ervoor gekozen hebt om die zonde te verrichten. Oké. Ja. Dus de Lucifer die zal wel naar de hel gaan. Gaat hij naar Syrië nu, hè? Lucifer, dat is een Syrië. We hebben het niet over Syriërs hier. We hebben het nu echt over Bijbel en de Koran. De waar Gods woord. Lucifer is de Satan. De Koran is het enige Gods woord. Shaitaan. Lucifer is Shaitaan. Ja. Shaitaan is een duivel. Ja. Zelfs Shaitaan in ons geloof, islam, heeft het recht om op het goede pad, rechte pad, te staan. Als hij ervoor kiest, nou een duivel, we noemen het een duivel, maar God heeft de mens geschapen, de engelen en de geesten. Waaronder de geesten zijn er djinns. Dat zijn djinns. Onder veel duivels. Djinns hebben ook vrije wil, net als wij mensen. Ze kunnen voor het goede kiezen of ze kunnen voor het slechte kiezen, zoals ik toen straks heb gedaan. Dus niet alle geesten zijn slecht. Sommige van hen zijn slecht, dat zijn de duivels. En die zullen naar de hel gaan natuurlijk, net als sommige mensen die zondigen en niet geloven in God en in zijn boodschappers, waaronder Jezus, waaronder Mohammed, waaronder Isaac, waaronder Jacob enzovoort. Oké, we hebben een beetje te lachen gemaakt hier. Laatste boodschap voor de mensen. Kies voor de goede kant. Het einde is nabij, de einde der tijden. De antichrist gaat komen. Jezus wil u redden. Jezus houdt van u. Hij heeft u lief. Hij heeft u op het oog. God houdt van ons. En Jezus is geen God. Voor mij is Jezus God. Oké, okay. Ik respecteer dat, hè. Maar ik had je het een slags uitgelegd gegeven. Ik respecteer volkomen jouw woorden. Maar Jezus is een mens, geen God. Ik weet dat jij er zo over denkt, ja. Maar jij denkt er ook niet zo over, hè. Jij bent nog steeds bij jouw standpunt dat Jezus God is. Ik heb 12 jaar christelijk geloof gestudeerd. Dat kan niet in één gesprek veranderen. Nee, maar dat hoeft ook niet. Maar sta jij bij alles wat we hebben gesproken 100% achter dat Jezus God is? Ja. Oké, okay. Dankjewel voor je woorden.